guys, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag ga ik jullie vertellen wat ik heb gezien op het Brussels International Festival of Fantastic Films. Mocht je me er nog niet over gehoord hebben de afgelopen paar weken en de paasvakantie was het Biff Festival 2021 versie. Online editie, 39e editie Bif. En Biff is een festival wat ik heb leren kennen door Wrestle. Door de acteergroep, ik kende het eerst nog niet, enkel van ervan te horen. Dit jaar heb ik dus meegedaan met het BIF als moderator. Ik heb namelijk twee hele leuke interviews mogen afleggen samen met Russell en met Sandro. Ik heb een interview afgelegd voor Keeping Company met de regisseur en de schrijver Josh Wallace en Devin Das. En ik heb een interview afgelegd voor King Car, of beter bekend als de Braziliaanse film Carol Ray. Dat heb ik gedaan met de regisseur van de film Renata Pinheiro. En dat was allebei heel leuk. En zoals ik al zei, ik ga ze hierboven wel eventjes linken. Zodat jullie ze ook kunnen kijken als jullie willen, de interviews. De films zijn niet meer beschikbaar. Maar de interviews, die blijven staan. Maar natuurlijk heb ik zelf ook genoten van het Biff Festival. Ik heb heel wat films gezien. Namelijk 21 films. En die ga ik binnenkort, in mei, allemaal reviewen. Natuurlijk mijn mening op Riders of Justice. De, de grootste slotfilm van het festival. Heb je natuurlijk al gehoord. Die heb ik al gereviewd. Maar de andere films, die komen in mei. Maar jij vraagt je waarschijnlijk af, als je op deze video klikt, maar welke films heb je dan gezien? Waren het goede films? Heb ik iets gemist? Of is het goed dat ik niet heb gekeken? Of wel heb gekeken? Ik zou gewoon zeggen: geniet van deze video, want ik ga het hier even hebben over wat ik heb gezien op het BIF. En we beginnen met de eerste film die ik heb gezien. En dat is Keeping Company. Die heb ik nog voor het festival gestart is gezien. Zodat ik er het interview voor kon doen. En deze film was oprecht vrij leuk. Ik heb het er best wel van genoten. Het idee was heel tof verzonnen. Het kannibalisme en de rest wat deze film allemaal in zich had. Het is gewoon leuk bedacht. En ik vond het best wel tof om te kijken. De tweede film die ik heb gezien was King Car. Ook hier heb ik een interview op gedaan. Het idee is heel interessant bij deze film. Het is niet de beste film ooit gemaakt, maar het is wel vrij interessant met wat ze wilden vertellen. Het is gewoon iets daarvoor je moet je zijn om het echt leuk te vinden, om het echt geweldig te vinden. Je, het is best als je ook wat background story hebt over hoe dat de toestand in Brazilië is en hoe dat de klasseindeling daar zit, want het is een verhaal. Die gaat over levende auto's of een soort van denkende, pratende auto's. Maar ook over een soort van zombie, mensen die naar deze auto's luisteren. Een soort van cult die ontstaat, maar ook heel erg geïnfluenced door de klassenonderdeling in Brazilië. Het is heel erg verwarrend soms. En daardoor misschien wat druk. En daardoor kan het zijn dat je deze film niet zo goed gaat vinden. Bij mij was dat ongeveer het geval. Dan heb ik de film Prey gezien, oftewel Ropes. En deze film was ook vrij interessant. Het is een film die je best kijkt in een grotere groep met meer mensen. Omdat alleen is het nogal raar. Het gaat over een meisje in een rolstoel die paralyzed is. Die het moet opnemen tegen een wild, wilde hond. Die honddoll is geworden omdat hij een vleermuis heeft opgegeten. Niet corona related dit keer. Maar het is een heel vage film op mijn mening. Hij is heel ongeloofwaardig. Maar daardoor weer niet heel erg slecht. Het is interessant om te zien. Alleen het hoofdpersonage, het meisje, maakt nogal heel domme keuzes. Dan heb ik de Japanse film Signal 100 gezien. En dit is eigenlijk gewoon een battle royale film met, met smartphones. Er zijn 100 regeltjes die je niet mag doen. Doe je ze wel, dan wordt er een soort van zelfport bij je getriggerd. Er zijn 36 leerlingen. En wie wordt de laatste overlevende? Het is een heel grappig idee. En het werkte bijzonder goed. Ik heb me best wel geamuseerd met deze film. Dan heb ik Possessor gezien. En deze film was interessant. Ik vond hem heel erg goed geschreven. En het is daadwerkelijk qua verhalen, qua acting en qua alles een van de betere films op het BIF Festival. Maar het einde, ik weet niet, ik, ik vond het ergens wat te lang duren. Waardoor mijn aandacht naar het einde misschien een klein beetje weg en sapelen was. Waardoor ik misschien niet alles heb binnengekregen. En ik had deze film misschien nog wel leuker kunnen vinden. Toen zag ik die Italiaanse film La Stanza, oftewel The Guestroom. En deze film was vrij interessant. Het idee is leuk, alleen voor mij persoonlijk was de grote twist totaal niet verrassend. Ik had hem al vrij snel door. En ik ken mensen die hem niet snel door hadden. Het is interessant om te zien hoe dat zo'n keuze en een grote twist in een film geïnterpreteerd wordt door mensen. Wat vinden mensen en wat denken mensen dat er gaat gebeuren. Ik had het nu al heel snel door waardoor dat voor mij de score misschien net wat lager zit als ik het normaal had willen geven. Maar ik vond het wel een heel erg leuke film en het was vrij interessant om eens gezien te hebben. Dan heb ik voor de tweede keer in mijn leven naar Host gekeken en deze film is... Enorm leuk. Het is een van de betere horrorfilms. Dat al ten eerste. Ook gewoon qua jumpscares en qua setting. Qua setting zit hij trouwens ergens bij Unfriended, bij Searching, bij die films. Het speelt zich volledig af over Zoom in coronatijd. Het is een coronafilm over corona met een demon. En het werkt perfect. De jumpscares zijn best goed en het voelt echt, omdat dat Zoom-call gedeelte heel leuk verzonnen is. Toen keken we de Koreaanse film Voice of Silence en deze film begon heel erg interessant en begon heel erg leuk over een meisje en een medewerker die elkaar goed kunnen begrijpen omdat ze beiden zich niet zo goed kunnen verwoorden en dat begon heel interessant. Maar het sijpelt heel snel weg en mijn interesse die vloog weg bij deze film. Het is een film die leuk had kunnen zijn, maar they missed the mark on this one. Toen zagen we de film Bloody Hell. En dit is by far een van mijn favoriete films van het BIF. De film is enorm grappig. Het laat je continu plat liggen op de grond van het lachen. Sommige sequenties zijn echt compleet over de top. Het heeft ideeën naar de Chainsaw, Texas Chainsaw Massacre, naar andere superhelden. Naar. Het heeft heel veel referenties. Het is een heel herkenbare film. Het verhaal werkt perfect, als comedie werkt het heel goed en het hoofdpersonage weet het heel erg leuk te brengen. Plus, deze film is de eerste film binnen een franchise van drie films, dus ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor Bloody Hell. Anything for Jackson is dan weer eens meer een serieuze horrorfilm. Niet dat het slecht is daardoor, maar het idee had misschien met momenten wel wat beter uitgewerkt kunnen worden. Het idee was enorm leuk en de film werkt vrij goed voor wat hij vertelt. Alleen is het met momenten misschien net wat te cliché aan het worden. De film houdt het wel recht. Vicious Fun wordt qua stijl vergeleken met Stranger Things. Een serie die ik nu net niet gezien heb. Maar ik kan, de, van wat ik heb gezien, de beelden, kan ik het wel begrijpen dat die referentie wordt gemaakt. Deze film is ook heel erg leuk. Vooral in de eerste helft. En het laat je echt gieren van het lachen. De tweede helft van deze film die is nog steeds heel erg goed. Maar is wat meer cliché. Staat wat meer stil als de eerste helft. En is misschien een klein beetje tegenstrijdig met wat we in de eerste helft van de film hebben gezien. Dan heb ik de film Cist gekeken, over een soort van cist dat eigenlijk zo groot is en dat wordt weggelezen, Maar het is vies en het gaat mis en het wordt een monster en het is vatsig. En ik was een klein chipje aan het eten tijdens deze film en die heb ik moeten wegleggen omdat het te goor was. En uh, deze film gaat nooit meer van mijn netvlies af en ik had gehoopt dat ik hem nooit had gezien. Want dit was het meest vieze, vulgaire, vatsige ding wat ik ooit in mijn leven heb gezien. En ik heb Cats gezien en The Last Airbender. En 50 Shades of Grey. Insist. Toen keek ik naar de film Beyond the Infinite Two Minutes. En deze one take film over time travel, soort van, is geweldig in elkaar gezet. Pluspunten voor het feit dat deze hele film met een smartphone is opgenomen en voor het simplistische verhaal wat toch weer complex is uitgelegd, maar toch ook weer zo complex en zo logisch dat het eigenlijk wel werkt en dat het... Je het gelooft. Deze film is een van de meest interessante time travel films die ik in mijn leven heb gezien. En ik zou deze film graag nog een keertje rewatchen. Bring Me Home is ook een heel interessante film. En misschien wel de meest heartfelt film van Biff. Naast Riders of Justice. Deze film vertelt ook een prachtig verhaal over een moeder die haar kind kwijt is. Die haar kind gaat zoeken. En haar kind is een soort van halve slaaf van een familie. Het is heel interessant. Maar bij deze film heb ik ook hetzelfde probleem als bij Possessor. Na, naar het einde toe duurde mij het net wat te lang, waardoor mijn interesse en mijn intellect, ik ben even het woord kwijt, mijn, mijn energie, mijn focus, dat zo woord zou dat ik, dat mijn focus een klein beetje wegviel, waardoor ik het einde misschien niet volledig heb meegekregen en ik deze film eigenlijk nog zou moeten rewatchen. Toen keken we naar de Belgische film. De shift die zich afspeelt in Brussel tijdens een terroristische aanslag. Het heeft niets te maken met Zaventem of met uh, Boortmeerbeek of waar dat ook was in de tunnel wat daar is gebeurd. Het heeft niet te maken met die aanslagen, maar ze zullen er wel op gebaseerd zijn. Dit speelt zich af in een school en wij volgen eigenlijk de journey daarna van een van de terroristen die wordt per ongeluk meegenomen in de ziekenwagen op de verzorging. Hij wordt wakker. En het is heel erg spannend. Deze film vond ik perfect werken voor wat hij wilde vertellen. Deze film was spannend ten eerste. Was goed verteld. Het voelde als thuiskomen omdat het in Brussel was. En ik herkende de straten. Dus dat is heel erg interessant. Het is goed geschreven. Het is meer een tv-film qua stijl en spanning. En de manier hoe dat het gefilmd is. Maar het werkte daardoor wel nog steeds even goed. Toen keek Kevin en ik naar de film Psycho Gorman en deze film, het is een van de meest grappige films die ik in mijn leven heb gezien. Het is compleet over de top, het is compleet ongeloofwaardig, maar dat omarmt de film in alle liefde. En het is heel grappig geschreven, heel goed geschreven. Er zitten ook wat mooie noten in deze film. Het hoofdpersonage is dan misschien wel irritant voor het meeste deel van de film, maar het werkt voor wat ze willen vertellen. En deze film... Je lacht je kapot. Toen hebben we gekeken naar Happily, een van de meest vreemde films op het BIF, omdat de twee hoofdpersonages eigenlijk gewoon continu seks met elkaar hebben. Dat idee was best interessant en wat de omstaanders, de vriendengroep daarvan denkt, was ook best interessant. But I completely dropped the ball on this one. Ik bedoel, het begin is spannend en ze zetten een spannend en interessant verhaal op en een soort van mysterie. En de volledige laatste act van deze film, die dan de conclusie zou moeten zijn. En alle spannende verhalen van de eerste en tweede act van de film zouden moeten geconcludeerd worden. En er zou een mooi einde voor gemaakt moeten worden. Of een mooie end battle, of een mooie end scene. Dat werd allemaal weggegooid. Voor de acht mensen, in een kringetje, die gewoon zeggen wat ze fout hebben gedaan. En dat was zo irritant En zo slecht geschreven. Toen ging je naar Hotel Poseidon, of hoe dat de makers van de film het zeggen. Hotel Poseidon, of iets in die aard. Mechels accent. Ik weet het niet hoe dat je het dat uitspreekt. En ik, dit is een rare film. Het is heel erg raar. Het is een Vlaamse film, dus je kunt hem ook kijken als je het... Je kan het verstaan, bedoel ik. Het is een soort van stagefilm. Een, een play, zeg maar. Dat ze verfilmd hebben. Het is echt wel geschreven als een theatergezelschap. Maar het werkt als film ook wel goed. Ik zeg niet dat het een geweldige film is. Maar het is wel heel interessant om een keertje te kijken. Veel meer kan ik er ook niet over vertellen. Want een verhaal in deze film is er niet. Interessante personages is er op zich niet. Het zijn gewoon echt wel over de top gesminkte mensen. Die een raar verhaaltje. Of een raar, raar betoog doen. Met scènes die gaan over drugs. Over schapen. Over. Een dode tante van wie het pensioen de zaak omhoog houdt, met een scène van bijna een half uur waarin dat mensen zitten te feesten en als hoofdpersonage er verdwazen tussenin loopt. Het is interessant om te zien, maar je moet ervoor zijn, want als je er niet voor bent vind je dit een heel slechte film. En dat is de beste manier om het uit te leggen. Toen keek ik een film genaamd Aporia, een Azerbeidjaanse film en deze film dropt de bal completely ook. Hoe dat ik dat moet uitleggen, Het is een survivalfilm, film. Waarin dat mensen in een put zitten. En om uit de put te raken, doen ze alles wat je juist niet moet doen. Ze klimmen eruit met een dun takje waarmee dat ze hun kleren aan elkaar maken. En oké, okay, het idee was leuk, maar die tak die, die ze eraan hebben gemaakt, kon nooit de man dragen die erop probeerde te klimmen. Dus dat was het eerste de domme. Toen hebben ze gewacht dat de put helemaal vol met water liep om er dan uit te zwemmen, maar de een van kan niet zwemmen. Dus qua overlevingskansen en survival skills zijn de twee hoofdpersonages echt enorm slecht bezig. Alles wat ze hebben gedaan zou tot een dood moeten leiden. En het is gewoon belachelijk om te zien met welke skills en welke ideeën ze op de proppen komen. Ze hadden het makkelijk kunnen fixen door op mekaars schouders te gaan staan. Dan waren ze eruit geweest. Direct. Not to forget, er zitten zombies in deze film voor de laatste vijf minuten en deze hele film wordt geadverteerd als een zombiefilm, maar ze zijn nog pas in de laatste vijf minuten, En het boeit je niet, het boeit je geen kut, want het is slecht geschreven en het werkt er niet in. Toen was het tijd voor Riders of Justice en deze film is een van de beste films die ik dit jaar al heb gezien. Een van de beste performances van Matt Mikkelsen en gewoon een van de beste films op Biff. Het is de beste film van Biff. Qua personages, qua verhaal, qua stijl, qua pacing, qua alles. Deze film is bijna perfect op al die vlakken. Het is echt een masterpiece in het Deense cinema. En om het af te leren wilde ik de genomineerde BIF-film Caveat ook wel eens een keertje kijken. Of Caveat, of hoe je het ook uitspreekt, ik heb geen idee. Maar deze film, het boeide mij totaal niet. Het was niet interessant, ik vond het vrij saai om te kijken. Dus ik heb niet echt genoten van deze film. Het is een film die je eens gezien kan hebben. En qua horror doet hij het op zich best wel oké. Okay, maar hij was gewoon enorm saai. Dat zijn de 21 BIF-films die ik heb gezien op het BIF 2021. De 39 e editie van de Brussels International Fans. Het is val van fantastisch film. Jesus fan. Wat vond jij daarvan? Heb jij gekeken? Laat het weten in de comments er beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen bedankt voor het kijken. En bye. En zijn jullie er volgend jaar ook bij op de 40 e editie van het BIF? Die hopelijk wel. En het echt kan doorgaan. Bedankt voor het kijken.